Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Fame seizoen 3. We rijden hier op Benny, de beruchte piratenbaas. En we zijn onderweg naar mijn basis, jongens. En ik heb een hele leuke planning vandaag. In de vorige video heb ik het pad gecreëerd waar we nu overheen rijden. Heb ik mijn boot daar gebouwd, althans het start, een begin aan mijn boot. En als Benny even door dit smalle straatje hier wilt, gaan we hem heel eventjes hier aan een fence zetten zo. En dan ga ik jullie uitleggen wat de planning is. Althans, voor het begin van de video. Want het is best wel een grote planning weer. Goedemorgen, kapitein Snavel. Leuk dat je er weer bent. Zoals ik net al zei, jongens, in de vorige video hebben we deze boot hier gebouwd. Het begin vooral. En vandaag wil ik hem verder bouwen. En dan denk je af, want ik zei volgens mij in de vorige video dat ik ook de zeilen wilde gaan bouwen en zo. Maar voordat ik de zeilen wil gaan bouwen, jongens, dat wil ik ook waarschijnlijk deze video doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik de achterkant hier even omhoog bouwen. Want hoe het er nu uitziet, ben ik het er niet helemaal mee eens. Het is eigenlijk veel te plat, de boot. En de voorkant wil ik waarschijnlijk niet heel veel veranderen. Maar waarschijnlijk een soort extra puntje hier bouwen. En even een ander randje hier bovenop. Want het is mooi. Jullie waren het eens met de kleur, althans merendeels. Maar zelf ben ik het nog niet eens met de vorm van de achterkant en de voorkant op zich. Maar die mag wel iets meer aandacht krijgen. Maar vooral de achterkant moet even anders. Die moet iets hoger gewoon. Moet wel natuurlijk een leuke kapiteinshut komen. Maar goed, jongens, dit schip wordt nu natuurlijk de smalle knaller genoemd. Omdat het best wel een smal schip is. Hij is wel lang, maar hij is vooral heel smal. Oh, hallo, schaap. Hij is dood. Je stop je wol en je vlees in het water. En ik heb volgens mij... Ja, daar staat de kist. Ik heb al heel wat spulletjes verzameld, jongens. De hele kist zit propvol met goede spulletjes. Dus ik denk dat ik ook gewoon gelijk kan gaan beginnen met bouwen. Dus we beginnen met een kleine timelapse waarin we het schip een kleine upgrade geven. En daarna komen we terug, gaan we wat andere dingen doen. En dan later in de video wil ik waarschijnlijk ook de zeilen gaan bouwen. Dat is waarschijnlijk dan voor mij morgen. Ik hoop niet dat dat allemaal in één dag gaat lukken. Maar we gaan het zien. Je hoort in ieder geval de muziek al een tijdje opkomen. Want het is tijd voor een mooie timelapse. We keren terug naar een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met het resultaat. Het leek op het begin wel op een boot en op een schip. Maar nu met die grote achterkant hier, jongens, is het echt een piratenschip. Je kan er nu ook overheen lopen. De luiken hier, die stellen nog niet zoveel voor. Maar ik dacht, ik bouw ze vast. Maar als je dit zo ziet en vooral van de zijkant... Wacht, laten we even welke kant pakken. We pakken deze kant. Kijk, als je dan hier vanaf de zijkant kijkt... Oh, ik ben zo ongelooflijk blij met het resultaat. Die achterkant ziet er zo leuk uit met die balkonnetjes daaromheen en zo. En dan dat glas, echt dat oranje glas, dat typische... hoe noem je dat? Kapitein Haak piratenboot is staan te worden, weet je? Echt met dat gekleurde glas aan de achterkant. Ik vind het helemaal geweldig! Het enige wat niet matcht is de ladder op het moment. Maar dat komt omdat de touwen en zo er nog niet in zitten. Die gaan ook van spruishout zijn. Dus zodra de touwen, de vlaggen, de masten, weet ik wat allemaal erop zitten, dan merk je niet eens meer dat die ladders er zitten. Althans, dat hoop ik heel erg. Kijken we even naar een prachtige zonsondergang. Dag, zon. Veel plezier in het water. Ik hoop dat je kan zwemmen. Kijk, en aan de voorkant, jongens, heb ik een soort van... hoe noem je dat? De Vliegende Hollander-stijl gepakt. De Vliegende Hollander in Pirates of the Caribbean, in die film, die hebben jullie vast wel een keer gezien, heeft een beetje zo'n soort zeemonsterachtige voorkant met twee punten en allemaal van die losse stukken hout en een beetje op tanden lijkt, hebben ze ertussen zitten. Dat was een beetje de inspiratie voor de voorkant. En ik moet zeggen, dat vind ik ook goed gelukt. Ik ben gewoon echt ontzettend tevreden met deze boot, jongens. Dit is nog niet de grote boot waar ik het aan het begin van het seizoen over had. Die komt waarschijnlijk daar te staan. Dit is een beetje eigenlijk een soort van test-experiment. Of ik gewoon een beetje voor mezelf kijken of ik een beetje boten kan bouwen. Of ik het leuk vind om boten te bouwen. Hoe ik boten bouw en zo. En hoe ik het voor me zie. Maar ik moet zeggen, ik ben best wel blij met het resultaat wat we hier aan het creëren zijn met z'n allen. Goed, dan ga ik even naar de kapiteinshut. Dan wil ik aan jullie laten zien. Enig ding is, als je eenmaal van de boot bent, is het heel vervelend om de boot weer in te komen. Ik heb hier aan de zijkant een deurtje gebouwd. Kijk, hier is een deurtje. Nou, dan ben je in ieder geval binnen. Binnen is het mega groot. Alleen ja, het is helemaal leeg nu natuurlijk nog. Dan gaan we even naar boven toe.
Ik heb geen blokken bij me. Wacht, crafting tables. Nee, ik heb niet genoeg blokken. Oh, nee, wacht. Zo, hoppakee, daar komen we boven. Kijk, dan ben je hierboven weer. Laten we de kapiteinshut ingaan. Want, jongens, badabim, badaboom, hoppakee. Het ziet er niet uit. Het is wel binnen, is het één grote puinhoop natuurlijk. Maar ik heb wel helemaal de visie al voor me hoe ik het wil. Ik wil waarschijnlijk hier, je raadt het al, mijn bed hebben. En we maken hier namelijk, denk ik, tijdelijk even mijn woonbasis van. Dan weet ik niet of ik mijn chestroom van het huisje weg wil halen en hier wil plaatsen. Ik weet niet, dat laat ik namelijk wel mijn huisje achter. Dat is wel een beetje verdrietig. Maar, zoals ik al eerder had gezegd, jongens, helemaal aan het begin van het seizoen, dat is mijn startersbasis. En we zijn op het moment in aflevering 8 of 7, wat is het? Dus ik moet wel gaan verhuizen. Dus ik denk dat ik hier even mijn nieuwe basis van wil maken, tot ik mijn nieuwe grotere piratenboot heb, die waarschijnlijk daar of daar komt. En dat wordt echt een hele grote. Dan wil ik daarheen gaan verhuizen. En dan zien we het alweer, weet je. Maar in ieder geval, ik denk dat het leuk is als we dan, zodra dit af is, tijdelijk hierheen gaan verhuizen. En dan bedoel ik vooral gewoon wanneer de zeilen en zo erop zitten. Want dat is echt, dat mist nu compleet nog gewoon. Deze boot kan niet varen. Dan wil ik hier mijn dingetje maken, mijn bed gewoon. Ik denk een geel, een rood bed past er denk ik het mooist bij. Ik denk een rood of oranje bed, een oranje bed. Dan hebben we hier een leuk balkonnetje waar je zo langs kan lopen. Je hebt er niet veel aan, maar het is wel leuk dat je er gewoon kan kijken en naar beneden kan springen wanneer je wilt. Dan wil ik waarschijnlijk hier trappen naar beneden maken. Want als het goed is, als je hieronder... Kijk, hieronder... Oh nee, dat blokje. Nee, waarom val je nou daar? Kijk, hieronder zit die grote ruimte. Dan kan ik daar mijn chestroom en zo maken. Dan heb ik meer dan genoeg ruimte voor kisten. Ook al heb ik er niet heel veel nodig. Dan heb ik hier nog een blokje. Eventjes tussendoor, dan kan ik het niet tegen anders. Poep, hoppakee. Deze deuren hier, dan denk je, waar gaat het heen? Maar dat zijn eigenlijk meer sierdeuren. Die heb ik hier geplaatst. Alleen die doen niet echt naar iets toeleiden. Dat is gewoon een mooie plek voor een deur. Daar lijkt het alsof er meer ruimte is. We creëren optische illusies, jongens. Het is niet te geloven. Ik ben gewoon echt de beste piraat die jullie ooit hebben gezien. En om die reden... Abonneer gewoon even. Kom op, jongens. Doe nou even. We zitten bijna op de 320.000. Komt het V-seizoen 3 gaat belachelijk hard. Dus je moet je wel even abonneren. Waarschijnlijk komt hier het stuur. Hier komt nog een mast achterop. En dan komen er denk ik 1, 2, 3, 4 masten wil ik maken. 4 en aan het punt wil ik zeg maar zo schuin een diagonale mast, of noem je dat? Doek maken, zeil, dat woord zocht ik. Maar in ieder geval gaat het helemaal leuk worden. Ik heb nog geen idee hoe ik het ga doen. Eén dingetje is, jongens. Ik wil heel graag aan beginnen met die zeil. Ik wil heel graag deze boot afbouwen. Maar dan heb ik zo belachelijk veel wol nodig. En in de vorige aflevering ben ik langs geweest bij meneer Kilobyte, meneer Cowboy, meneer Koekenbakker. En hij heeft gewoon zijn cowboy schapies. Dus ik wil er eigenlijk even met heel veel scharen heen gaan. Hem heel lief aankijken. Misschien even een cadeautje meegeven. En dan vragen of ik al zijn schapen mag scheren. Want anders gaat het me echt nooit lukken om die zeilen te maken. Daar heb ik echt, denk ik, wel 10 stacks wol voor nodig. En ik moet ook nog beslissen welke kleur. Maar wit is in ieder geval altijd goed. Dus laten we eerst even gewoon hier behoorlijk wat schaartjes maken. Zo. Dit is wel meer dan genoeg schaartjes. Zo. Nou, trouwens, ik denk dat ik die ook gewoon opmaak hier. Zo. Hoppakee. Ik heb heel veel scharen mee, jongens. Ik wil ze allemaal opmaken. Dan komen we pas weer terug. Althans. Ik ga mijn best doen. Waar is mijn paard? Daar is mijn paard. Hier komen Benny, de beruchte piratenbaas. Dan nemen we het pad hier richting het Wilde Westen. En dan zie ik je daar. Jongens, we zijn aangekomen in het Wilde Westen hier bij meneer KB. Ik heb Benny, gaan we hier even, gaan nog heel even op je zitten. Ik wilde eigenlijk hierheen, maar we moeten het natuurlijk wel 100% eerst vragen. Het zijn niet mijn schapen. Hij heeft een beacon! De man heeft een beacon. Volgens mij is meneer K... Oh, daar is hij, daar beneden, jongens. Hij is hier beneden. Oké, dan stallen wij even Benny hier bij Cactus. Dan kom ik eraan. Dan gaan we. Is het veilig? Dit ziet er niet veilig uit. Oh, ik vind het eng, jongens. Ik ga dood. Ik zeg het nog, ik ga dood. Dan zullen we allemaal spullen nu daar beneden liggen. Nee, en Benny is daar, dus nu moet ik helemaal lopen. Oh, jongens. We gaan via de Nether. Hoe graag ik ook, hoe groot hekel ik ook aan de Nether heb, ik moet nu wel even via de Nether gaan. Er staat gewoon scaffolding, zegt hij. Ja, piraten zijn niet zo goed in onder de grond. Wij houden van water. Oké, jongens, daar zijn we weer. Poging nummer 2. We gaan nu gewoon de scaffolding gebruiken, zoals dit. Al met geduld.
Al mijn scharen liggen hier. Oh, nee, mijn eten is weg. Onveilig. Wat doe jij nou weer dan? Onveilig dit. Oh, we is daarover gesproken, hè? Ik pak natuurlijk netjes jouw spulletjes eventjes op. Ja. Waarom heb je zoveel scharen bij? Ja. Dat is nog niet alles hier. Dus ik heb er nog meer bij. Wat ga je daarmee doen? Ik kom hier om jou te helpen. Mag ik me eten trouwens? Ja, en mijn scharen? Dus. Ja, even kijken. Ik heb een business deal voor jou. Hier zo. Ik heb echt een prachtige business deal voor jou. Oké, ik ben benieuwd. Vertel. Kijk, weet je wat het is? Ik doe even mijn scharen zo. Ik heb geen idee wat het is. Nee, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ding in deze wereld, weet je, op het continent. Jij bent hier de cowboy, jij hebt heel veel dieren en ik zag dat jij allemaal prachtige paarden, koeien, schapen had en zo. Ja, ja, ja. En elke boer weet dat hij natuurlijk, het is nu zomer, dat zijn schapen geschoren moeten worden. Ja. Dus ik dacht, ik ga jou gewoon helemaal gratis, dit ga ik helemaal gratis voor jou doen. Ja. Jouw schapen scheren, gewoon voor jou, gratis. Ik gok dat je een zeil nodig hebt voor je boot. Ja. Ik wil heel graag een zeil bouwen, maar ik heb geen vol. Nee, is goed, leef je uit. Ja, mag dat? Ja. Moet ik iets betalen ervoor? Of? Nul geld wil ik ervoor. Nul geld? Ja. Echt één schaar. Het is altijd handig. Dat is altijd al. Je hebt nog niet genoeg ijzer. Ik, dankjewel. Ik stuur nog wel even wat is het? Een factuurtje voor de gevaarlijke ladder die je hebt gebouwd. Ja, dag. Ja, komt goed. Je mag al mijn schapen scheren, joh. Ja, dat klopt. Dat ga ik doen. En een factuurtje. We mogen de schapen scheren, jongens. Het is goedgekeurd. Benny, let's go. Ik, wacht. Ik heb wel je lead nodig. Oh, cactus. Jij moet hier blijven. Let's go, Benny. We gaan naar de schapen van de cowboy. Het is wel gevaarlijk hier in het donker. In het Wilde Westen. Maar het zou daar waarschijnlijk wel belicht zijn. Kijk, daar moet ik zijn. Volgens mij zijn dat de schapen daar. Nee, dat zijn de koeien. Dat zijn daar achter de schapen. Ah, daar zijn ze, jongens. De schapen zijn gespot. Oh, het zijn er ook echt heel veel. Het zijn er echt belachelijk veel. Oh, mijn god. Kijk dit nou. Dit is echt gewoon Valhalla, dit. Dan gaan we, jongens, scheren. Scheren. Het is helemaal top. Maakt niet uit of ze bruin zijn. Het maakt niet uit of ze wit zijn. Ik heb gewoon alles nodig. Ik bescherm zelfs de schapen voor de zombies die hier rondlopen. Ik ben ook echt al een hele goede piraat, hè, jongens, deze aflevering. Ja, ik denk dat ik ongeveer 10 stack nodig heb. Al twijfel ik of ik dan genoeg heb, maar dan kunnen we altijd nog terugkomen. Laten we gewoon hier even doorgaan, jongens, tot we 10 stack hebben. Goed, jongens, we zijn helemaal klaar met wol scheren of schapen scheren. Wol krijgen. En ik heb zelfs zo hard lopen scheren dat ik gewoon in een nieuwe ruimte ben. Ik heb een nieuw t-shirt aan. Ik was zo druk bezig met scheren dat ik gewoon in een ander universum ben terechtgekomen. Ik heb veel te veel scharen had ik gemaakt, dus ik heb alle scharen heb ik aan meneer KB gegeven. Maar zoals je kan zien, jongens, de wol die ik heb is... Mwah. Het is iets van 23 à 24 stek of zo heb ik. Dank jullie wel, schapen. Zo te zien zijn jullie ook allemaal weer opnieuw gegroeid. Kapitein Knalnut is jullie enorm dankbaar. Goed, Benny, het is tijd om weer weg te gaan. Laten we teruggaan naar onze basis. Tot ziens, Wilde Westen. Tot binnenkort. Waarom zit er een kat hier tussen de ezels? Wat is dit nou weer? Wat doe je hier? Goed, we zijn weer aangekomen bij Benny. Welkom thuis. Ik heb meer dan genoeg wol om mijn zeilen te gaan maken. Het was meer dan genoeg. Het zou nog wel eens kunnen dat ik te weinig heb, maar het lijkt me sterk. Ik heb wel echt schaap. Oh, ik heb geen schaar meer. Het zou nog wel eens kunnen dat ik te weinig heb, maar ik ga er stiekem vanuit dat ik wel genoeg heb. De kleur van de zeilen gaat zijn... Ik weet het nog niet. Ik weet nog niet zo goed welke kleur ik de zeilen wil gaan maken. Ik vind het wel leuk. Jullie hadden allemaal andere namen achtergelaten voor de boot. Ik noem hem natuurlijk de smalle knaller. Maar mensen zeiden, je kan hem ook noemen. De smalnoot, de vliegende knalboot. Er waren zoveel potentiële namen. Maar dat is het leuke, jongens. Er komen gewoon nog meer schepen aan. Dit is de smalle knaller. Maar ik vind eigenlijk, voor de toekomstschip vind ik de vliegende knalboot. Vind ik wel helemaal geweldig. Hé, hoe zit dit een stuk? De vliegende knalboot, dat gaat het volgende schip zijn. Dat weet ik 100% zeker. Goed, laat ik de wol dan even veilig stellen op het schip. Dan gaan we het daar vast neerleggen. Dan ga ik even bekijken, besluiten. En weet ik van wat, welke kleur masten ik wil. Of masten, vlaggen, zeilen. Ik ga even kijken naar historische plaatjes op het internet over boten. Welke kleuren masten. Meestal waren die wit volgens mij. Die zeilen allemaal. Maar ik ga even kijken of ik misschien een beetje excentrieke, leuke, mooie kleuren zeilen kan vinden. Maar eerst al het wol veilig stellen. Straks ga ik dood en ben ik het kwijt.
Maar goed jongens, voordat ik wil gaan beginnen met de timelapse, voordat ik de zeilen wil gaan bouwen, zag ik ook nog een leuke reactie dat iemand zei, je moet wel natuurlijk een soort piratenbemanning hebben, een soort crew moet je op je boot hebben. En het ding is, we hebben natuurlijk Harry de Piraat, maar we kunnen met Harry de Piraat kunnen we niet één boot besturen. Dus laten we even gaan plunderen, even naar de village gaan en daar gewoon nog één villager meenemen. En dan gaan we daar... Ah, nog één. Of we kunnen er ook gewoon meer meenemen. We gaan gewoon heel veel mensen ontvoeren, kidnappen, weet ik voor wat allemaal, want ik wil een bemanning hebben. Dus dan ga ik wat bootjes pakken. Gaan we kijken of we villagers in bootjes kunnen stoppen. Nemen we ze mee hierheen. Laten we ze even hatsenbatsen met Harry. En dan zo maken we een bemanning. Nou, jongeman, ga jij de boot eens in? Hoppakee. Je ziet er ook nog mooi uit. Je lijkt wel een of andere... Wat is het? Wat heb je voor outfit aan? Ik weet het niet, maar ik vind je leuk. Ik neem je mee. Hier komen. Sorry dat ik je meeneem en stil van jouw dorpje hier. Maar je bent van mij. Hier, kijk. Zo dusdanig dat ik je gewoon... Hoppakee. Hier is als een heel nieuw pad het water in maak. Waar ik zelf zo het water in kan. Hoppakee. En nu gaan we terug naar de piratenbaai. Bye. Piratenbaai. Klinkt zo'n stom woord is dat, bye. Oh, jongens. Imagine dat hier gewoon zometeen die zeilen erop zitten en zo. Dan ziet het er zo cool uit als je hier aankomt varen. Het ziet er nu al heel cool uit als je hier aankomt varen. Maar imagine dat hij gewoon echt bovenuit steekt. Dat zou zo cool zijn. Ik kan je gewoon vrij rond laten. Weet je, ik ga een bed boven voor je plaatsen. En dan heb ik er vertrouwen in dat deze man uit zichzelf naar boven gaat lopen. Waarschijnlijk niet, maar we gaan een risicootje nemen. Oké, een bed. Nou, ik wil wel een... Ja, dat is prima trouwens. Ja, dat is prima. Een bed. En wat voor baan geven we jou? Er is eentje, die hebben... dat krijg ik een reactie van, jongens. Dan heb je, als je een bepaalde villager een bepaalde profession geeft, dan krijgt hij een ooglapje. Alleen ik weet niet zo goed welke dat is. Is dat deze? De stoomkutte? Volgens mij is dat de stoomkutte, maar ik weet het niet zeker. En ik weet ook niet... je moet meer ruimte hebben natuurlijk om te kunnen hatsenbatsen met elkaar. En het hokje van Harry is daar denk ik te klein. Ja, ik weet het, Harry. Je gaat een vriendinnetje krijgen. Weet je, voordat ik dat ga doen, jongens, want ik heb het er nu al over. Maar dat moet natuurlijk op het schip gebeuren, want alleen echte... Dan hebben we een echt piratenkind. En is hij geboren op zee, zal hij sterven op zee. En hij zal nooit op land komen. Dat gaan we doen, jongens. We gaan wachten tot het schip klaar is. Dan zorgen we voor dat, hoe heet ze? Penelope. Dat is de naam, Penelope. Zorgen voor dat Penelope en Harry hier zo meteen op het schip samen gaan. En dan creëren we een piratenbaby en die noemen we... Kapitein Baby. Dat wordt zijn naam, Kapitein Baby. Oké, dat zijn mooie toekomstplannen. Dus we laten jou daar nog... Dat gaat fout, daar gaat een zombie komen. Ik ga jou wel ergens even veiligstellen. En ik heb ook al een idee hoe ik dat ga doen. Als we nou gewoon zo en dan je... Nou weet je, wacht... Hier je bed plaatsen. En dan hier je stoomkutten plaatsen. Dan slopen we dit ding. Dan hopen we... Nou, trouwens, jij gaat denk ik naar die barrel toe. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Hier, kom het land maar op. Even het land op, jongeman. Ik denk dat je naar de barrel toe gaat, maar ik weet het niet zeker. Ik heb daar een bed voor je geplaatst. Ga daar anders gewoon even heen. Bro, je hoeft niet zo heel moeilijk te doen, Penelope. Ja? Ja, Penelope. Ja? Ja, daar gaat ze. Kom op. Kom, 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 kom. Kom, kom, kom. Ja, je kan. Het is veilig. Het is een heel veilig hokje, dit. Hij is echt extreem veilig. Boom, loser. Prachtig hokje heb je gekregen, Penelope. Je zit helemaal goed opgesloten daar. Kan je ook daar kunnen stoppen, hè? Daarboven dat hok. Dus wees maar blij waar je nu zit. Nou, dan is er nog maar één dingetje wat ons te wachten staat. En dat is deze boot zo goed als afmaken van buiten. Dat gaat veel hout kosten. Want we moeten heel veel fences hebben voor de touwen. Dat gaat veel wol kosten, maar dat hebben we gelukkig al. Zoals ik moet nog wel even wat veel meer materialen verzamelen. Maar 9 van 10 keer laat ik dat niet eens zien. Het was best wel uitzonderlijk dat ik liet zien dat ik de wol aan het verzamelen was. De rest van samen ga ik allemaal niet laten zien. Dat is niet zo bijzonder. Zoals een echte piraat zou zeggen. Ahoy, matroos. Timelapse over de zeilen.
Dus we keren terug na een prachtige timelapse. En jullie willen niet weten hoe blij ik ben met het resultaat. Ik heb ervoor gekozen om de zeilen zwart met grijs te maken. En om ze in te klappen als het ware. Want het schip staat stil. Ik moet het enige wat ik nog moet maken is een anker. Maar zoals je kan zien, het schip is natuurlijk niet echt op de plek waar hij nou op volle snelheid moet gaan varen. Dus ik heb de zeilen zo goed als helemaal ingeklapt. Ik denk het is misschien mooier om ze gewoon uit te klappen. Weet je, dat is gewoon dat het echt de volledige zeil in de wind staat. Maar dat is niet logisch, want dan zou de boot letterlijk heel hard tegen het land aankrashen. Dus ik hoop dat jullie mijn keuze snappen met het feit dat de zeilen zijn ingeklapt. Maar ik ben zo blij met het resultaat dat dit gewoon nu af is, jongens. Kijk nou hoe deze boot aan het shine is. Dit is mijn eerste boot die... het is niet mijn allereerste boot die ik ooit in Minecraft... Ik heb ooit wel eens een keer eerder een boot gemaakt in Minecraft. 1 keer eerder, maar dat is echt iets van 5 à 6 jaar geleden. En die was niet zo mooi als deze boot, kan ik zeggen. In ieder geval, ik ben echt heel blij met het resultaat. Ik heb wel een paar dingen geleerd met het bouwen. En dat ga ik dan heel goed toepassen in mijn volgende boot die... Denk ik daar komt. Ik gok dat hij daar komt. En die wordt ook een stukje groter. En waarschijnlijk nog mooier. Maar laten we er even op gaan, jongens. Laten we even op de boot klimmen. Op de smalle knaller. Want we hebben hier nog steeds aan de zijkant een deurtje. Daar. Tijdelijk hoor, tijdelijk, jongens. Het komt ook een betere manier hoe ik naar de boot toe kan. Want dit is echt dramatisch dat ik elke keer door het water moet zwemmen. Oké, dan klimmen we hier even omhoog. En dan kom je hier aan en kijk hoe dit eruit ziet. Dit ziet er zo rommelig, maar toch gaaf uit. Ik heb zoveel mogelijk touwen gemaakt. Dat als je altijd een piratenschip ziet... Zie je elke keer maar weer dat het helemaal propvol met touwen en draden en weet ik wat allemaal zit. Heel veel lampjes overal gehangen, zodat hij s'avonds ook belicht is. Een bel van meneer KB gekregen. Dankjewel meneer KB, echt een topbel dit. Deze kisten hier, zijn nog even duidelijk, maar dit zijn mijn spulletjes die ik nog heel even hier heb neergezet. Dan hebben we wat nieuwe kanonnen hier. Kanonnen! Hebben we hier wat nieuwe kanonnen geplaatst? Weet maar nooit, als er wat op het land is, misschien loopt er wel een pilletje rond. Of een Justin, kunnen we altijd op Justin schieten. Je weet het maar nooit, jongens. Dus ik heb meerdere kanonnen geplaatst. Hier hebben we het anker, dan kan je hier zo tegenaan duwen en dan gaat het ding ronddraaien en dan valt het anker op de grond. Maar ik heb nog niet gebouwd, het anker. Omdat ik even wat aan jullie wilde vragen, jongens. Voor alle piratenboot-experts die er zijn die mijn video's kijken. Zit het anker in het midden aan de voorkant? Aan de zijkant of aan de voorkant? Of aan de achterkant aan de zijkant? Want het lijkt me logisch dat hij aan de voorkant aan de zijkant zit. En dat ik daar dan ook het anker naar beneden laat vallen. Dat heb ik ook met het kleine bootje op het winkelvalleitje gedaan. Dat hij ergens hier een beetje uit de muur steekt. Zo en het water invalt. Maar klopt dat? Is dat een logische plek voor een anker? Piraten-experts, laat het even weten. Goed, jongens, dan is het denk ik nu tijd om te verhuizen. Althans, om te verhuizen. Ja, ik denk dat het wel tijd is om te verhuizen. Laten we mijn bed even hier plaatsen. Dan gaan we slapen. Dan heb ik hier dit kamertje, die wil ik mooi maken. Nou, trouwens, ik denk dat ik volgende aflevering ga verhuizen. Of deze. Nou, ik heb nog geen shulkerboxes. Dus dan is verhuizen wel heel vervelend, moet ik zeggen. Maar ik wil heel graag op deze boot wonen hier, jongens. Weet je wat ik doe, jongens? Ik ga gewoon verhuizen. Ik ga deze kamer hier een klein beetje inrichten. En wat kistjes hier plaatsen. Dan wil ik mijn chestroom uiteindelijk natuurlijk hier beneden hebben. En ik ga nu nog Harry en Penelope, de nieuwe villager... gaan we hier ook naartoe verhuizen. Want ik wil wel natuurlijk met mijn bemanning op dit piratenschip zitten. Ik wil niet alleen. Oh ja, trouwens, ik heb hier een stuur gemaakt. En ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het is... Dit is het stuur. Het is een beetje een zielig stuur. Ik denk dat ik wat anders moet gaan verzinnen. Maar ik wist niet echt precies hoe ik dan een stuur in elkaar moet zetten. Dit is wel mooi, vind ik. Dit lijkt wel op een stuur. Alleen ja, de pot aan de onderkant, dat kan wel beter. Goed, laten we even wat spulletjes pakken. Penelope, jou ga ik zo meteen meenemen. Ik denk dat ik dat via de boot ga doen. Of eventjes via minecarts. Ik denk dat ik via minecarts doe. Dat wel even het makkelijkst is. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, hier zag ik dit net. Cadeautje van René en Floor. En ik heb er nog niet ingekeken. Ik heb bewust gewacht voor dit moment. Trommelgeroffel. Oh! Oh, wat is dit? Mangrove leaves. Oh, kopwebs. Kopwebs vind ik heel chill. Name text kan ik Penelope een naam geven. Goud, gold blocks, jongens. Nog meer roots. Oh, maar deze. Oh, my days, jongens. Kijk dit nou. Kijk dit nou. Dit is toch de meest coole piratenbanner die ik ooit heb gezien. Waar ga ik deze... Wacht. Dank jullie wel voor dit cadeautje. Ik ga het gelijk even gelijk benutten. Het komt goed. Oké, dit goudblok plaatsen we hier. Deze doen we aan de andere kant een beetje hier op die pot. Kan dat? Oh, wat een goede plek. Oh, maar deze wordt een goede plek voor het goud ding. Hij moet wel schuin. Hij moet schuin. Zo. Oh, nee, hij moet niet schuin. Hij moet wel recht. Zo. En dan dit ding gaan we hier... Oh, dat is wel een goede plek. Ja, dat is een hele goede plek. Hier loop je... Jongens, je loopt altijd over het dek. En dan is dit de perfecte plek voor die vlag. Flora en René. Oprecht bedankt. Dit vind ik echt geweldig. Dan noemen we deze Penelope. Wat een naam eigenlijk. Daar komt hij. 1, 2, Penelope. En wat ik trouwens net was meneer KB hier even om die bel te brengen, jongens. En toen zegt hij tegen mij, Max, volgens mij is dit een nitwit. Oftewel... Een villager die helemaal niks doet...
die niks kan en geen baan kan krijgen. Een beetje zeg maar een Willy de Dorpsgek van seizoen 2 Content 2, jongens. Maar dan hebben we nu Penelope. Ik weet niet of ik jou heel nuttig ga vinden, maar je bent welkom op mijn boot. Goed, jongens, we gaan officieel verhuizen uit dit huisje. Ik weet niet wat de handigste manier is om dat te doen, want ik heb belachelijk veel spullen. Ik denk dat het handig is om eerst daar heel veel kisten te plaatsen en daarna alles mee te nemen. Ja, dit gaat nog wel werk worden. Oh, hier heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En ik denk jullie ook niet. Dus voor jullie is het klaar in 3, 2, 1. Goed, jongens, we hebben alle kisten weggehaald. Merendeels van de spullen staat inmiddels al op de boot. Ik heb hier de laatste, maar voordat ik die kant op ga, nemen we dit bedje niet mee. Die laten we hier als soort van logeerbedje staan, denk ik. Maar ik vind dat jullie nu even in de reacties moeten... Oh, deze moet ook mee met Silk Touch. Heb ik dat? Nee, dit moet je volgens mij met Silk Touch hakken, of niet? Volgens mij wel. Oei. Dan laat ik deze nog even staan. Maar ik vind dat jullie in de reacties nu moeten achterlaten, jongens. Wat moet ik doen met dit huisje? Ik heb hier natuurlijk gewoond. Mijn spulletjes stonden erin. Wat moet ik hier nu mee doen? Moet ik er nog wat nuttigs van maken? Het smelthuis en weet ik wat? Laat alsjeblieft even in de reacties weten, want ik heb echt geen idee. Goed, laten we onze vogeltjes meenemen. Jij mag mee. Dan gaan we naar beneden hier. Jij mag mee. En kapitein Snavel mag ook mee, jongens. Kom, we gaan die kant op. Ik ga zo meteen de twee villetjes halen. Maar eerst wil ik de vogeltjes ook op de boot hebben. Het moet wel gezellig en levend zijn op de boot, hè? We kunnen er niet wonen en dat al onze dieren en al onze andere, weet ik wat, levende dingen allemaal daar wonen. Hé, daar gaan de vogeltjes. Kijk ze nou vliegen met z'n drieën. Kijk ze nou gaan. Ik moet wel één dingetje opbiechten, jongens. En dat is dat ik hier echt een kistmonster heb gecreëerd. Hé, jullie zijn er al, kapitein Snavel. Kom gauw hier. Wil jij hier? Dit is een mooi plekje voor jou, kapitein Snavel. Kom maar, hierop. Oh, de blauwe wil al. Ah, maar de blauwe gaat hierop. Zo. Dan, kapitein Snavel. Waar ga jij? Waar wil jij? Zullen we jou hier... Oh, ik weet al waar ik jou wil hebben. Hier. Kom maar, hierop. Nou, trouwens, ik vind de kapitein Snavel moet wel hier. Kom, hier. Drop. Nee, hier. Iets verder. Kom. Oh, mijn god. Ja, drop. Nee, niet op mij. Oh, mijn god. Jij bent niet kapitein Snavel. Wat irritant. Jongens, echt waar. Vogels zijn af en toe zo irritant. Wat doe je nou helemaal hier? Wat ben je aan het doen? Hij was rondjes aan het... Zagen jullie dat, jongen? Hij was rondjes aan het draaien. Wat ben je aan het doen, Snavel? Echt waar. Klim gewoon even hierop. Ja. Oh, oké, jongens. Hij zit erop. Oké, top. Kapitein Snavel, mooie plek. Je zit prima daar. Dan gaan we nu de andere even een plekje geven. De blauwe wil ik heel graag hierboven hebben. Hier. Ja. Oppas hoor, want hij valt er bijna af. Kom, iets meer erop. Zo, ja. En jou denk ik hier aan het puntje ergens. Jij mag bij het anker hier in de buurt. Kijk hierop. Dit is de perfecte plek voor jou. Kom maar. Kom maar, jongen. Kom maar hierop. Ik til je wel op. Geen probleem. Geen probleem. En hoppa. Waarom nou daar? Prima, je zit hier helemaal goed. Oké, jongens, de vogeltjes zijn... Het ziet er zo gezellig uit met die vogeltjes hier. Het brengt een beetje kleur en leven. Dan het kistmonster dat ik heb gecreëerd. Ik heb hier tijdelijk even al mijn spulletjes neergezet... doordat ik een mooie chestroom heb. Maar dat wil ik niet met deze aflevering doen. Dat komt waarschijnlijk in een van de volgende afleveringen. Ik heb het enigszins wel netjes gesorteerd allemaal... maar bij lange na niet hoe ik het uiteindelijk wil hebben. Maar we moeten het er maar even mee doen, jongens. Waarom heb ik ook echt 15 crafting tables? Waar slaat het op? Zo, dan is het tijd om Penelope en Harry... Wow, ik kwam even niet op zijn naam. Om Penelope en Harry hier naartoe te brengen. Die plaats ik dan wel even tijdelijk in mijn hok hier. Kijk, ik heb hier vast een soort beginsel gemaakt van een trapje. Dan maken we even wat rails waarmee we de villetjes kunnen verplaatsen. Dan heb ik ook nog redstone rails nodig. Ik weet alleen niet... Hoe noem je die ook weer? Ik werk echt nooit met rails. Gadverdamme, daar heb je dus blijkbaar goud voor nodig. Moet ik nou serieus mijn piratengoud gaan verspillen aan deze rails? Ja, deze bedoelde ik, power drill. Maak even wat redstone torches. Zo. Dan nemen we even wat cobblestone, pakken we hier. Oké, daar gaan we, jongens. Ik heb een idee. Wat ik ga doen, jongens, is ik ga de villetjes in een bootje stoppen. Dan kan ik ze helemaal tot hier varen. Dan ga ik hier, gaan ze met rails omhoog. Komen ze, als het goed is, hier het schip inderdaad op. Oh mijn god. Ja, dit kan. Nee, waarom zit je nou net precies dit? Wat irritant. Dat is trouwens geen probleem. Zo. En dan hierheen. En dan helemaal hier. En dan landen ze, als het goed is, hier bij kapitein Snavel. Jij vangt ze op bij kapitein Snavel. We hebben de afspraak. Als je niet nakomt, ga ik je kiel halen. Plaatsen we de rails netjes overal. Oké, dit zal het moeten doen, jongens. Dit zal prima zijn om die villetjes hierheen te kunnen sturen. Oh, dan moet ik wel nog even minecarts maken. Anders kan ik ze hier natuurlijk niet in stoppen. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ben bang dat die lampjes ook nog een keer damage gaan doen. En dat ze dan weer boos worden. En dan worden ze weer duurder. Oh, we gaan het zien. Laten we in ieder geval even twee minecarts... Oeh, twee. Wat doe ik? Eentje heb ik nodig. Eén minecart maken. Zo. Nou. Laten we maar beginnen met Penelope. Want stel het gaat fout, dan is het maar Penelope, weet je. Pak hier even een bootje, zo. Ik moet ook echt even oppassen, want mijn ex is bijna stuk, jongens. 42 durability heeft hij nog. Oké, Penelope, hier is je boot. Stap maar in.
Kom. Helemaal vrijwillig. Kom op nou, Penelope. Juist. Oké, daar gaan we. We kunnen in ieder geval het water vast invaren. Zo. Dan varen we rustig naar onze smalle knaller hier. Oké, daar gaan we. Ik vind het spannend. Ik vind het spannend. Het kan nog eens gewoon fout gaan en dan gaan ze weer dood en weet ik veel wat. Oh, nee. Oh. Oh, en we zien al dat hij het in ieder geval niet... Oh. Oh. Wat gebeurt er? Wacht. Oh, wat gebeurde er? In één keer zat hij in een minecart in een boot. Ik heb dat nog nooit gezien. Oké, wacht. Ga erin. Erin. In de minecart. Kom, 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 kom. De minecart in. De minecart in. Kom, kom. Kom. Kom op. Ja, nee. Oh, pas op, alsjeblieft op. Oké, zo. Dit is prima. Oké, hij is niet snel genoeg. Oké, na een beetje dingen te hebben aangepast, denk ik dat hij nu goed moet zijn. Ik hoop het. Oké, Penelope. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? 1, 2. Oh, doe het alsjeblieft goed. Ja. Ja. Ja, daar gaat ze. Daar gaat ze. Oh! Prachtig. Prachtig. Beter kon niet. En je bent verwelkomd door kapitein Snavel. Je kijkt er zelfs naar. Nou, welkom. Ik zal dit voor je slopen, want ik heb de minecart weer nodig. Ga en sta waar je wilt. Wees vrij als een piraat op dit schip, oké? Okay? Het is niet alleen mijn schip, het is ook jouw schip. Kapitein Snavel, er komt er nog een aan. Oké, okay, Harry. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Ik plaats de boot hier voor je. Kom er maar. Kom maar. Ga er maar uit. Nee, niet die bed in. Ik zei... Oh, mijn god, weet je. Ik ga je boven ook even slapen. Gaat hij zijn bed in? Te luiwam is dit. En de zon is nog niet eens onder. En hij gaat nu al zijn nest in. Oké, Harry, nieuwe dag, nieuwe kans. Oh, je zit zelfs al in de boot. Je bent er al klaar voor, joh. Laten we gelijk gaan. Die Harry. Blijf me verbazen. Dan gaan we. 1, 2. Hoppakee. Oké, Harry. Het is heel simpel. Ik ga hier dit ding plaatsen. Jij hoeft er alleen in te zitten en te gaan. Maar kijk je nou, er is daar helemaal niks. Kom, het is een hele simpele taak die ik je geef. Zo. Kom op. Erin. En... Ja, daar gaat hij. Onze wilde Harry, jongens. Ik ben trots op hem. Ik ben trots op hem. Hij is hier nu ook op de boot. Harry, welkom. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ik ga dit wel gelijk weghalen, want ik ben bang dat je anders terug gaat lopen. Ik ga je bed zo ophalen, oké? Dan kan je hier ook gezellig slapen. Kijk, volgens mij is hier binnen ergens. Kijk, daar heb je de... Oh, de ontmoeting, jongens. Ben je verlegen? Ik snap dat je verlegen bent, maar maak je geen zorgen. Harry is een simpele piraat, simpele ziel. Gewoon erop aflopen, een beetje kletsen en zo. Je kan het, ga maar. Ga maar, je kan het. Of je gaat naar boven, dat kan ook. Oké, laten we even de spulletjes van Harry ophalen. Want hij is hier natuurlijk nu zonder zijn eigen spulletjes, wat niet heel handig is. Harry, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik weet dat je een matroos bent en een piraat. Maar waar je nu staat, dat is toch heel gevaarlijk. Wil je alsjeblieft teruggaan naar het schip op? Ik weet niet wat je aan het doen bent, Harry. Maar... Hij wil heel graag terug naar het land. Hij heeft de heimwee. Ik ga je spulletjes ophalen, geen zorgen. Zijn als ik ze bed en ze lekten en zo er neerzet, is het allemaal al prima, weet je. Hier, kijk, hij mist deze spulletjes hier gewoon. Moet ook het potje aanpassen. Harry de Piraat... Oh. Harry de Piraat is verhuisd naar boot. De paste er niet meer op, dus nu is het gewoon naar boot. Oké, dus we komen eraan, Harry. Sta je er nog? Volgens mij niet. Volgens mij... Ja, hij is weg. Nee, hij staat er wel nog. Schavuit. Zetten we het bed van Harry ook wel eventjes in mijn kamer hier binnen. Die zetten we wel gewoon even hier neer, samen met de lectern. Die doen we erbij. Zo, en dan belichten we het wel even simpel. Hier, hoppakee. Harry, ben je nou tevreden? Waar ben je? Kom, jongen. Ik heb je spullen toch daar gezet. Oh, wat sta je hier eng ook echt. Harry, kom alsjeblieft er vanaf. Ik ga je duwen, wacht. Oké, dat gaat goed. Harry, Harry, hij duwt me terug. Jongen, zit je hier vast of zo? Is dat het? Kan je nu terug? Kom, 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 kom op. Kom op. Zo. Ik heb letterlijk je spullen daar neergezet. Goed zo. Nee, het anker... Je hoeft niks te doen. Je hoeft niks. Je hoeft letterlijk alleen maar te leven. Daar gaat hij, jongens. Gaat hij zijn bed vinden. Als de groene particles van hem afkomen, heeft hij zijn bed gevonden. Kom op. Waar ga je heen? Oh. Ga je nog eens via hier naar binnen? Ik heb zo'n mooie deur hier beneden. Dan ga je via daar naar binnen. Waarom pak je die deur? Maakt niet uit, Harry. Ik ben blij dat je er weer bent. Goed, jongens. Volgende aflevering wil ik waarschijnlijk mijn interieur hiervan gaan doen. Althans, niet helemaal. Maar in ieder geval deze kamer hier. Dat ik hier kan wonen en... Misschien al de chestroom, maar volgende video wil ik ook weer wat tijd besteden aan de winkelvallei, jongens. Zoals je kan zien is hier onder de boom nog helemaal een vliegend platform. Dat is helemaal niet mooi. En de boom moet sowieso ook nog zijn blaadjes krijgen. Alleen dat wil ik graag met Robin doen. Alleen Robin is op vakantie, dus daar moet ik nog heel even mee wachten. Ik wil ook weer heel eventjes mijn winkel bijvullen, want als het goed is, is die zo goed als leeg. Laten we heel even kijken. Maar ik kreeg klachten dat mijn winkel weer leeg was. Dus dat wil ik ook weer gaan bijvullen. Deze nog niet. Deze zijn weer 2 diamonds hier. Dit zijn ook weer 4 diamonds. En dit is helemaal leeg. Ook wil ik mangrove hout en cherry hout wil ik gaan verkopen. Daar was namelijk ook vraag naar. Dus dat gaan we ook binnenkort of mogelijk volgende aflevering even doen.
Laten we hier gelijk even wat eten verkopen, jongens. Want hierboven is natuurlijk de sushi... Wat is het? Sushi bar chopsticks. Dan gaan we even weer wat lekkers halen hier. Even steak, 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 steak. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Hebben we weer genoeg vlees. Goed, Benny, het is tijd om terug te gaan naar huis. Naar het beruchte piratengebied, jongens. Oh, mijn god, wacht. Wacht even hoor. Volgens mij kan je vanaf hier, zo, als ik op de bomen sta... Oh, je kan gewoon mijn boot zien. Oh, wat zonde dat het avond is. Ik heb geen bed bij me. Wat een cool uitzicht op de boot vanaf hier. Oh my days. Ik zie wel dat ik daar even beter moet belichten nog. En dat dit nog even goed belicht moet worden. Maar dat doen we wel volgende keer als we dan ook gelijk het interieur gaan regelen en zo. Wat een coole boot, jongens. Ik ben er echt heel blij mee. Benny, we zetten jou hier neer. Loop ik even naar mijn biertje. Biertje? Wat wilde ik nou zeggen? Loop ik even naar mijn biertje toe hier. Gaan we zitten. En dan nu, jongens, ga ik de video helaas afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet een duimpje omhoog te doen. Ben je nou nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Zeker als je tot dit punt in de video bent gekomen. En je bent niet geabonneerd. Het is helemaal gratis, jongens. Kom op, je hoeft er net niks voor te betalen. Abonneer nou gewoon even. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.